Hoi, ik ben Doreen van Toderonde Natuurlijke Huidspecialisten en ik laat je in dit filmpje zien hoe je je moisturizer gebruikt, oftewel je dag- en je nachtcreme. Ze zitten eigenlijk altijd in potjes van 60 milliliter, maar sommige zitten ook in een flacon. Ik krijg vaak de vraag hoeveel moet ik een creme gebruiken? Gebruik ik te veel? Gebruik ik te weinig? Maar dit is eigenlijk ook voor iedereen verschillend, want sommige huiden zijn al best wel verzadigd, hebben gewoon niet zoveel nodig, dus die hebben maar een klein beetje nodig. En sommige huiden die nog wat meer aandacht en voeding nodig hebben, die zullen ook vragen om meer crème. Dus mijn tip is gewoon om eerst een klein beetje aan te brengen op je huid. En merk je van, oh ja, mijn huid wil echt nog wel meer, nou dan doe je er gewoon nog een laagje overheen. Breng je crème aan en merk je dat je aan het wrijven blijft om hem in te laten trekken. Dan heb je te veel gebruikt. Probeer altijd een spatel te gebruiken vanwege de hygiëne, maar als het goed is zijn je handen ook gewoon goed schoon omdat je net je huid al hebt gereinigd. Ik gebruik ongeveer zoveel. Je kunt dan met je spatel rechtstreeks op de huid aanbrengen, maar je mag het ook op je vingertoppen doen, net wat jij het fijnst vindt om te gebruiken. En dan ga je de crème gewoon lekker inmasseren. Gebruik je je crème 's avonds, dan is dit eigenlijk ook gewoon je laatste stap. Maar boer je huidritueel 's morgens uit, dan breng je na je moisturizer altijd nog een SPF aan om je huid te beschermen. Een SPF is gewoon goed om te gebruiken het hele jaar door, zomer en winter, want er is altijd UV-straling, ook als je binnen bent. Crème smeer je lekker uit. En klaar. Oké, dankjewel voor het kijken. En kijk naar het volgende filmpje hoe je je SPF aanbrengt. Dankjewel voor het kijken.